Vaten met drugsafval. Ze liggen verspreid over 300 meter in het bos in Nuenen, dichtbij het spoor aan de Schoutse Venne. Ze lijken al rijdend te zijn gedumpt, want de vaten liggen in groepjes bij elkaar. Op de locatie wordt onderzoek gedaan. Niet alleen hier in Nuenen is drugsafval gedumpt. Ook in Alerikstel, Leende en Budel werden onlangs dit soort vaten gevonden in de bossen.